Jij was heel erg blij, zagen wij. Ja, echt. Dit paard komt van heel ver, heel weg. Het was heel, heel, heel moeilijk met hem. Dus vandaag was echt onze beste proef tot nu. En ik ben heel, heel dankbaar aan Alex en de Van Silvoudstal. Die hebben ons echt naar voren getrokken. En ja, ik ben zo, zo, zo blij vandaag. Je zei net dat het moeilijk was. Wat was er dan precies moeilijk? Hij heeft een grote ongeluk gehad in 2013. En we dachten nooit dat de paard kon weer gereden worden. Hij was heel erg geblesseerd en geopereerd. Dus het was heel moeilijk. En dan, hij heeft een paar dingen gehad. En was altijd niet zo makkelijk met hem. Maar nu komt het. En je zei net al, nu je bij Alex van Silvoud traint, dat is eigenlijk pas sinds kort, is alles op zijn plek gevallen. Kan je daar iets over vertellen? Ja, Alex kan mij heel sterk motiverend met rijden. Hij is heel, heel rustig op concours en heel verstandig met stress. En als iets gaat fout, komt alles goed. Dus bij hem heb ik geleerd foutjes te maken thuis. En ook hier mag niks. Je leert van foutjes. Dus gewoon doorrijden en echt met kop rijden. Ja, en we zagen jou al een beetje rood worden tijdens de proef. Is het zwaar om zo'n proef te rijden? Ja, als je wil echt jouw best doen, moet je natuurlijk jouw leven rijden. Wie ik heb vandaag gedaan. Maar nee, ik was... is niet moeilijk, maar weet je, je moet heel veel denken om wat je moet doen, op welk moment en voelen. En dus heb je heel veel, alles gaat heel snel daarbinnen. En dan moet je ook op muziek rijden en alles. Dus ja, soms een beetje moeilijk.